knallen erin. Goed dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van de Gierige Gasten. Ik ben nog steeds Niels. En ik ben nog steeds Martijn. Het is vandaag 31 graden. Ongelooflijk. We zijn veel te blank voor dit weer, Martijn. Nog wel. Wij willen natuurlijk op het strand liggen. Dat is gratis. Dat kan iedereen. Als je iets extra's wil doen, dan moet je lekker decadent eten in een van deze strandtenten. Ja, maar ja, het probleem is, die strandtenten die zijn zo ongelooflijk duur. En daar hebben wij gewoon helemaal geen geld voor. Dus wij willen gratis gaan eten. En dat gaan we doen ook. We gaan het gewoon doen. Niels, jij moet je schoenen even uitdoen, want we gaan de zee in. Ik wil niet mijn schoenen uitdoen. Nee, ga jij maar iets leuks vangen uit de zee. Oké. Okay. Ik wijs wat dingen aan. Oh, een blikje. Ik ben op zoek naar zeewier, naar dode vissen, slakken, krabben. Wat is het? Het is een heel klein kwalletje. Als ze dit geloven, dan zijn ze zo dom dat ze het ook verdienen. Wat zit een kwal? Echt? Dit is een kwalletje. Oh, yo. Oh, dat is heftig. Ik ben heel benieuwd wat hun reactie is als wij een kwal in ons eten hebben. Laten we het gewoon testen. Daar heb je nog wel een paar dure tenten. Drie of van gerookte vis. Ja, top. Tweemaal. Om een beetje in de vismodus te komen. Ja. En dan bij het hoofdgerecht eten we kwal. Yes. Even kijken. Vooraf willen we allebei de trio van gerookte vis. Salade geitenkaas, salade makreel en de sperrits. En wie heeft zo'n brood vooraf? Ja. Top. Het is brood. Met aioli. En nog meer tapenades. Lekker! Zo, brood is op. Hoofdgerecht komt er zo meteen aan. Wat voor kans geef jij het dat dit gaat slagen? Als het geloven, dan moeten ze wel iets van concessies gaan krijgen. Kijk eens aan, heren. Oh, heerlijk. Ik vind het echt lekker. No. Jammer alleen dat ze de rare dingen in gooien. Wie gaat de kwal vinden? Vind jij maar. Oké. Knal hem erin. Is dit dan? Oh. Yo. Wat is dit? Wat is dit? Het is gewoon een kwal. Die camera weg. Wat dan? Nee, we zien niet dat het een kwal is. Toch? Weet niet wat het is. Jawel. Ik zeg van, dit is gewoon een kwal. Mevrouw? Het is heel gek, maar er zit iets heel... Er zit een soort... Plastic? Nou ja, dit is geen plastic. Het lijkt wel een kwal. Dit is gewoon een kwalletje. Ik zal wel even vragen. Nee, het is geen kwal zijn, maar het is wel vreemd. Nou, dit is... Het prikt ook. Jij prikt? Ja, het prikt heel erg. Ja. Ze denken dat het dressing is geweest. De laatste uit de fles of zo. Dat het daarom. En daarom misschien een beetje pikant. Omdat het van de dressing was. Maar dit was toch geen dressing? Of gelei van een dessert zijn ze ook. Dat zou ook nog kunnen. Maar ik ben wel eens gebeten door een kwal. En dit was gewoon een kwal. Dat kan echt niet, hoe kan het in de keuken terecht komen? Ja, ik vraag me, hoe kan een kwal op een bord komen? Van een dessert. Maar onze excuses opzetten, dus ik hoop dat die nu echt kan smaken eten. Ja, dank u. Ja, we hebben wel twee salades voor de prijs te nemen. Shit, Niels. Nou, wel een extra salade. Ja, wel een extra salade. Moet ik zeggen, ik vind het bizar slechte service. Ja. Ik ben echt een hele slechte service. Er zat gewoon een kwal in het eten. Er zat gewoon een kwal in het eten. En dan word ik echt weggewimpeld. Dat is alsof de laatste klein beetje restje van een dressing. Ja.
Maar ik moet ook zeggen... Sorry, maar dat is echt belachelijk. Als zo'n kwal als jij tegen mij zou zeggen, dan zit ik al in het eten. Dan zou ik misschien ook denken, ja, arme hoela. €74 moesten we €57 betalen. Vond je dit een leuke video? Volgende week zijn we gewoon weer terug met een nieuwe video. En vergeet ons ook niet even te volgen op social media. Zeker niet. En je moet ook zeker niet vergeten die video even een duimpje omhoog te geven. Niet omlaag, omhoog. Nee, omhoog. Tot volgende week. Tot volgende week. Wij gaan even genieten van de zee. Hey, meentje? Oké. Dat was zeg maar het shot dat we met z'n tweeën de zee in gingen. Niet dus.